Mensen die een delirium hebben gehad, hebben een 1,5 maal hogere kans op sterfte in het jaar na de ziekenhuisopname. Hoe langer het delirium duurt, hoe groter de kans is op hersenschade. Daarom is het belangrijk dat we de duur van delirium zo kort mogelijk houden om hersenschade te voorkomen. Daarnaast is er ook een associatie met eigenlijk functional decline. Dus dat mensen na zo'n ziekenhuisopname nooit meer terugkeren op het niveau dat ze daarvoor hadden. Ja, delirium is best wel lastig te verwoorden, denk ik. En het is eigenlijk een situatie waarin er acute verwardheid optreedt in het kader van een lichamelijke aandoening. Vaak wordt het herkend omdat mensen heel erg onrustig zijn, omdat ze heel angstig overkomen, omdat ze dingen zien die er niet zijn, hè, bijna psychotische kenmerken. Maar dat stille delier, het hypoactieve delier, dat wordt vaak over het hoofd gezien, omdat de aandacht heel vaak ligt op de onrust en de verwardheid. De enige kans die we hebben, denk ik, om het delier of te voorkomen of minder ernstig te laten verlopen, ligt toch in de periode vlak voordat het delier zich ontwikkelt. En we herkennen dat het risico bestaat op het ontstaan van een delier en dat we dan op dat moment interventies kunnen doen die wel effectief zijn. Ja, we voelen natuurlijk allemaal wel die urgentie om dat delier zo goed mogelijk te voorkomen en te behandelen. En we moeten wel zeggen dat we daarin misschien nog niet zo heel erg goed zijn. En dat is natuurlijk wel heel ernstig, zeker als we weten dat we in ieder geval kunnen proberen een deel van die situaties te voorkomen. Er is heel veel onderzoek gedaan naar welke methodes het beste zijn om delirium te kunnen detecteren. Dat wordt gedaan door vragenlijsten en cognitieve testen door artsen. Maar aangezien dat allemaal heel subjectief is, weten we vanuit onderzoek dat dat heel vaak niet goed gebeurt. En er zijn heel veel mensen die een delier hebben waar we of niks mee doen of waarvan we niet weten dat ze het hebben. Dat is eigenlijk het invullen van alleen maar een score is geen beleid. Het leidt niet tot actie direct, hè? Dus pas als de urgentie duidelijk is en ook de kracht van preventieve maatregelen bij iedereen doordrongen is, kun je ook iets gaan doen. Ik denk niet dat het helemaal te voorkomen is, maar ik denk dat de zorg voor patiënten met een delier verbeterd zou kunnen worden door op tijd je interventies in te zetten. Kijk met zoveel mogelijk mensen naar de situatie. De patiënt is verward, heeft een delier. Wat zou nou het onderliggende kunnen zijn waardoor wat het delier veroorzaakt? Want er is altijd een lichamelijke oorzaak die voorafgaat aan een delier. Het behandelen van die oorzaak zou kunnen voorkomen dat iemand een heel heftig delier krijgt. Het geven van antibiotica voor een urineweginfectie bijvoorbeeld, wat helemaal niet te maken heeft met de reden van opname, zou een patiënt kunnen helpen, zeker. Soms is dat natuurlijk de oorzaak van de opname, als iemand bijvoorbeeld met een infectie wordt opgenomen. Maar heel vaak zijn er meerdere factoren die daarbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld medicatie die een patiënt gebruikt, obstipatie, het feit dat iemand uitgedroogd is of bepaalde afwijkingen in het labonderzoek heeft. Dus als je in een vroeg stadium signaleert, hey, is hier sprake van een delier, dan kun je ook meteen aan de slag met en interventies om te voorkomen dat het erger wordt, maar daarnaast ook op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken en die behandelen. Ik denk dat het voor zorgprofessionals het allerbelangrijkste is dat ze zich realiseren dat delier niet een te verwaarlozen symptoom van acute ziekte is, maar dat dat een heel ernstig orgaanfalen is. Net zoals we op de intensive care vaak over multi-orgaanfalen spreken, is delier orgaanfalen van de hersenen. Ik denk dat het vooral gaat over dat het voorkomen van delier echt een urgentie is voor kwetsbare mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen.